Welkom terug aan de Sportarena Toffel, waar inmiddels de bondscoach van vrouwen is aangeschoven door de voetbal. Roger Reijners. Ja, ik kijk al achter. En ze zitten nog steeds achter me. De club van de week, hockeyclub Concordia Outremont. Toerswedstrijd voor dich, hè, gemeente Leu allemaal. Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Mooi. Ja. Wie is met die voetbalvrouwen? Ja, we zitten aardig op schema, wat dat betreft. We zitten in de kwalificatiereeks richting EK 2013 Zweden. 5 gespeeld, 13 punten. Klopt. Ja. Gelijkspelletje tegen Engeland, de grootste concurrent. Ja. En de rest winst. Ja. Ja. Dus het goed. Nou ja, goed. We zijn aardig op weg. Dat klopt, joh. We hebben inderdaad die wedstrijden gespeeld. Gewonnen enige league Engeland. We hebben er nog 3 te gaan, 3 belangrijke. Donderdag de eerste heat-toes in Venlo tegen Slovenië. Ja, dan moeten we even goed wegzetten. Donderdag 5 april in de Kool tegen Slovenië. Absoluut. Mensen kunnen nog kaarten krijgen via de website van de KNVB. Ja. Stadion van VVV nummer gaan. Hetzelfde. Ook daar zijn kaarten te verkrijgen. Wie laat? Donderdagavond? Donderdagavond, 19:30, Stadion de Kool, Nederland-Slovenië. En mensen, het moet vol zitten daar, want dat Nederlands vrouwenteam heeft een beetje sfeer nodig. Het zou natuurlijk een gigantische prestatie zijn na 2009, waar we de halve finale op de EK hebben geholpen met de vrouw. Dat Nederland zich weer plaatst voor een groot toernooi, want met de WK en Olympische Spelen is dat niet gelukt. Nou, dat is inderdaad ook de ambitie van alles en iedereen. Van de KNVB, van de bond, van de speelsters. Wat dat betreft willen we structureel deelnemen aan de grote toernooien. En het eerste grote toernooi is EK 2013. Dus, Moet je voor kind kwalificeren, voor de duidelijkheid. We hebben de Olympische Spelen dan ook voor. Die zijn ervoor. Ja, dat is nu. En dat hebben we niet gehad. Doe best een traject ingegaan met de vrouwen. Dat is Vera Pauw opgevolgd. Waar ben ze tegenaan gelopen en waar zit ze in die traject? Nou, kijk, als ik eens kijk in dat meiden- en vrouwenvoetbal, dat maakt een gigantische ontwikkeling door. Als je eens kijkt naar ledenaantallen die er zijn, de meisjes die gaan voetballen, de vrouwen die gaan voetballen, dat is wereldwijd echt gigantisch. En door neef ook in de kwaliteit van het spel. Als ze zus hoe dat er gespeeld werd, het laatste WK in 2007 en doe vergelijk ze dat met het EK in 2009. Ja, dat wordt echt een enorme vooruitgang. En ook als we weer kijken naar het laatste WK in Duitsland, waar een enorm succes wordt. Ja, en de ontwikkeling van het spel, de kwaliteit van het spel, dat is echt groeiende. Dus er zaten goede dingen in het Nederlandse team. Als ze het hebben over een verdedigende organisatie, ja, dat stond prima. En daar willen we graag dingen aan toevoegen. En in fitheid, vrijwilliger, de stap ook maken richting wereldtop. Ja, dan moest ze ook fitter worden om dat spel wat ze graag wil spelen langer te kunnen volhouden. Met als voorbeeld dan qua fitheid de Duitse vrouwen? Nou, Duitsland, maar ook Amerika, Zweden. Hè, dat zijn echt Duitsland, Zweden, Europese toplanden. Amerika, nummer 1 van de wereld op dit moment. Dat is wel iets wat bij hun het verschil maakt. Ja. Wat betekent dat als ze dat vertaalt naar trainingsarbeid? Nou, dan moeten we dus een slag maken. Daar zullen we echt. Maar ook qua oren veel meer gaan trainen. Ja, dat is absoluut. Als je eens kijkt naar de andere landen, als je kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld, hè, waar men gewoon, of Zweden, waar men aan 7-8 trainingen in een week zit, ja, daar zitten veer op 5. Nou, dat betekent dat ze door in Walnig een slag moest maken. Ja. Ja, dat denk ik. Je bent op Cyprus geweest met die team, als voorbereiding weer op die kwalificatiewedstrijden. Hoe hebben ze dan gekozen voor de winst van het toernooi? Of, wat ik denk, dat ze iedereen nog wou te voetballen? Ja. Terwijl ze dat men niet een beetje aan de uitslagen te kennen aflezen. Nou, maar ook om te winnen. Het maakt verder ook niet uit wie dat er verder gaat spelen. We hebben gekozen voor een bepaalde speelwijze en dan wil ze geen wedstrijden winnen, uiteraard. Wie speelt je? 4-3-3? 4-4-2? Als ik zeg 4-3-3, dan krijg ik ze altijd op mijn donder. Want dan vergeet ik een belangrijk game, dus dat is namelijk de keepster. Dus we spelen 1-4-2-3-1. En dat is in het voetballen, denk ik, precies. Wim kent het systeem niet, 1-4-2-3-1. Ja. Maar dat betekent 2 verdedigende middenvelders. Ja. Ja. Een diepe spits en 3 aanvallende types. En 3 daarachter, ja, inderdaad. He, dan hebben ze 4 echt aanvallend ingestelde speelsters. 2 die daar wat corrigerend achter zijn, ook weer met een taakverdeling. Ene wat meer toch ondersteunend en de andere wat meer verdedigend. De zijkanten, links en rechts achter, ja, toch vrij aanvallend. Hoe taakbewust zijn de vrouwen?
Zeer taakbewust. Kan ze dat vergelijken met mannen, dat het taakbewuster is mannen? Of? Ja, maar in het voetbal, natuurlijk zijn er verschillen tussen vrouwen en mannenvoetbal. Ja, zoals de verschillen, als ze het hebben over uithoudingsvermogen, kracht, snelheid. Fysiek. Dus dat is ook in het voetbal terug. Ja. Maar in de motivatie, dat is ja, echt enorm. Ja, daar ook naartoe. En als ze het hebben over heel taakbewust daarin kunnen spelen, ja, dat is echt dat is prima. Ja. Dus we liggen redelijk op schema in het traject EK. Het uiteindelijke doel, het ultieme doel, is natuurlijk de Olympische Spelen 2016 in Rio. Wie kijkt ze daar tegenaan? Komt er van onderhoed, ondanks die aanwas, die dat het Nederlands vrouwenteam kan versterken? Ja, ik denk als we eens kijken naar het team, dat we inderdaad een hele goede mix hebben. Maar natuurlijk structureel deelnemen aan de grote toernooien. Het begint in 2013. Dat is echt het allerbelangrijkste nu om ons daarvoor te kwalificeren. En daar moet ook alles op gericht zijn. En daarna komen die andere toernooien. 2015 het WK Canada. Mm. En 2016 Olympische Spelen in Brazilië. Maar eerst 2013. Dat is echt het allerbelangrijkste. En in de samenstelling van het team, daar moeten we nog een behoorlijk aantal jaren met verder kunnen. Ik denk dat er een goede verhouding in zit, een goede mix in zit. Met ervaren speelsters, maar ook hele jonge, talentvolle speelsters. En ook datgene wat er weer achter komt. Ik ben eigenlijk best trainer geweest bij MVV en Fortuna, hoofdtrainer. Best nieuw bondscoach bij die vrouwen. Wat is voor dit het verschil in beleving? Vind ik zelf. Het is anders. Het is absoluut anders. Maar als ik eens kijk naar hoe ik nu echt het enthousiasme van de hele ploeg, de bereidheid en echt het bezig zijn met één missie. En dat straalt echt in alles af. In alles wat ze doen. Ja, maar hoe heb je toch meer plezier in? Ja, ik heb plezier in het voetbal. Ik heb plezier in het voetbalspel. Ik had heel veel plezier in datgene dat ik gedaan had. Dat heb ik wel eens eerder gezegd. Of ik nu met jeugd moest werken, of ik word hoofdtrainer. Ja, dat hoeft ze mij niet te vertellen. Ik heb dat hier wel eens verteld. Dat Stig net bij MVV ontslagen wordt. En dat ik een jeugdteam had wat getraind moest hebben omdat ik zelf een werk werd. Ja. Omdat Stig dat gewoon overgenomen heb. Ja, maar het gaat mij om het spel. De passie voor het voetbal. En of dat dan door is of nu. Maar dat wil ze dus ook terugzien bij die meiden. Ja, maar dat zussentruc. Zoals die meiden door met bezig zijn. Ja, ik kom donderdag kijken naar Nederland, Slovenië. En dan zussen het. Wat in het veld gebeurt. Hoe het team erin stuit. Hoe het team door met bezig is. Ja, dat straalt echt van alles. Daar hebben ze een aantal Limburgse dames geselecteerd. Kieke van Es, Lieke Martens, Manu Meulen. Volgens mij mis ik er nog één van VVV. Danielle van de Donk. Is die ook Limburgse trouwens? Dat is geen Limburgse. Nee, dat dacht ik. Maar ze speelt bij VVV. Ja. Dat niveau van de Nederlandse competitie, is dat hoog genoeg? Nou, dat kent altijd beter. Dat willen vrouw Geer. Een nog hoger niveau brengen. En dat zou heel mooi zijn als het in een nationale competitie gaat gebeuren. Ik denk op dit moment dat er twee ploegen echt bovenuit springen. Den Haag en Twente. Het zou goed zijn als door in wat meer gelijke tred gaaien wordt. Maar de ontwikkeling die in ieder geval gaande is in de eredivisie, ja, dat is wel goed om te zien. Ja. Ik vind het een beetje weggestopt op de Vrijdagavond. Ik weet, de Jupiler League zit ook op Vrijdagavond, maar dat is toch uitgebreider in beeld. Ik vind, doe Christel te weinig van met. En ik zelf had al zoiets van, mix zou het leuk zijn. We hebben net het voorbeeld gezien van Concordia. Zo'n Super Sunday. Waarom niet de dames als veurwedstrijd voor de heren? En als ze het heel goed doen, drijven het om verloop van tien drijven het om. De heren als veurwedstrijd voor de dames. Ja. Ja, maar goed, er is nog zoveel in te winnen. En ja, ik moet zeggen, dit is een prima initiatief zoals dat bij Concordia bijvoorbeeld gebeurt. Ik weet niet of dat in het voetbal ook kent. Dat zal zich moeten uitwiezen, wat in ieder geval waar gebeurd is. Het vorige seizoen werden op de donderdagavond gespeeld. Ja, dat was niet echt ideaal. Nee. Ja, dat is nu verschoven naar de vrijdag. Dat is een hele vooruitgang. En dat is al prima. Maar er mogen nog te veel teams niet in het stadion. Niet vaak genoeg in een stadion spelen. Ja, om het achterafveldje. Tenminste, die uitstraling in de tent voor mij. Ja, maar daar kunt men wel steeds meer op terug. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Want ik vind dat een club dat ook moet uitstralen. Het podium willen bieden aan meiden die zo gepassioneerd zijn, met zoveel enthousiasme en bereidheid, topsport bedrijven. Want het is gewoon topsport. En door moest ook dan het podium voor willen zien en het podium voor willen bieden. Dat verdienen die meiden daarin gewoon. Ja, absoluut. VVV goed bezig, de dames?
Ja, absoluut. Het wordt ook gewoon goed gedragen binnen de club. En dat wordt ook steeds beter. Oké, mooi. Nooit meer mannen? Ja, zeg nooit, maar ik zit nu in dit traject en ik heb daarin een contract tot en met 2016. En, nou, met name in het werken aan een missie met een team en ook de mensen eromheen, de bond. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En wat er nou is, ja, dat zien we dan wel weer. Ik denk dat veel mannen, als ze de elftalfoto hebben gezien, Germa tegen Wille Ruhle. Roger. Oké. Hij denkt van, ik hou me op de vlakte. Nou, maar ja, nogmaals, met name in echt de het enthousiasme, de passie. Nogmaals, kom donderdag kijken. Verzinnig donderdag. 5 april en half acht stadion met beleven. Ja. Dik reis heel Europa door om tegenstanders, eigen vrouwen en alles aan het werk te zien. Voel ik dat werkgebied van dicht en. Nou, kijk, voor mij is het al de topcompetitie een paar kilometer hier verder. Ken ik al zien. Dat ligt bij wijze van spreken in de achtertuin. Ja. Maar ik zie wel veel wedstrijden ook in de buitenlandse competities. Maar ook de buitenlandse toplanden. Dus ja. Het is mooi werken. Heel even, Lieke Martens niet speelgerechtigd bij Duisburg. Is dat een probleem? Dat een probleem? Nou, dat zou wel kunnen, want toen was natuurlijk wel dat speelsters hun minuten maken en hun topwedstrijden spelen en in dat ritme blijven van spelen. Dus daar zullen we even goed naar moeten kijken, ja. Roger, ik bedank je voor die komst. Ik wens je heel veel succes komende donderdag om te beginnen tegen Slovenië in de Kool. Nogmaals, bedankt voor de komst en op de achtergrond nog steeds de club van de week, Hockeyclub Concordia Outremeun. Ja, de gasten hebben snel even van stoeltje gewisseld. Dat betekent dat nou aangeschoven is de motor van Rode JC, Mitchell Donald. Mitchell, welkom. Ja, kijk. Nou, ze leren het. Mitchell, ik zeg de motor van Rode JC, dat meen ik oprecht. Ik ben verbaasd door de power, het loopvermogen en de technische bagage van de speler Mitchell Donald, die eigenlijk Willem Jansen moest gaan opvolgen. Ja, sowieso met alle respect natuurlijk voor Willem, wat hij allemaal heeft gepresteerd bij Roda. Ik ben dan wat dat betreft wel een iets andere speler. Willem heeft heel veel diepgang en ik ben nog wel een speler die ook vaak in de combinaties wil spelen en de bal af en toe wil gaan ophalen. Maar tot nu toe is het zeker aardig gegaan, dus ik ben tevreden. Ja, dat denk ik ook. Jij bent binnengekomen, dat was natuurlijk iets minder. Want ik geloof, de eerste training lag je er al voor lange tijd uit. Ja, het was eigenlijk een blessure die vanaf Ajax eigenlijk al een beetje meespeelde. Aan het einde van het seizoen. En het was eigenlijk niet de bedoeling om meteen te opereren. Omdat het eigenlijk veel beter ging met de revalidatie die ik had. Vlak in de vakantie was ik nog steeds aan het trainen, wat extra. En toen gebeurde het. Ja, toen werd ik op de dag geopereerd dat ik moest beginnen. Ja, dat is een lekkere binnenkomer. En ik weet dan loop je eigenlijk een hele tijd achter de feiten aan. Je wil bij het begin zijn, je wil die basis hebben. Ja. Is dat ook de reden? Want je bent een paar keer licht geblesseerd geweest gedurende. Je komt nou weer terug van een... Is dat gemis aan die basis, aan het begin van het seizoen? Nou, dat denk ik op zich niet. In het begin, dat was gewoon inderdaad een vervelende binnenkomer. Alhoewel ik wel vrij snel op de been weer was. Daarna heb je toch 23 wedstrijden op Rijgo gespeeld. Mm-hmm. En de laatste paar weken heb ik inderdaad wat last van mijn hamstring gehad. Met wat medicatie gewoon geprobeerd te spelen. En ik zag toch dat het niet helemaal eruit kwam. En in goed overleg met de juiste mensen hebben we toch besloten om vanuit daar wat rustiger aan te doen. Medische en technische staf. Ja. Ja. Waar speel je eigenlijk het liefst? Waar ik nu speel. Aanvallende middenvelden. Aanvallende middenvelden. Ja. Want je komt, je gaf het net al aan, je komt van Ajax vandaan. Ja. Ik heb nog een mooi interview gezien met Anita die het over jou had. Dat is bijvoorbeeld een van die spelers waar jij altijd mee in de jeugdopleiding hebt gespeeld. Ja, ik heb een hele lange tijd met hem gespeeld. Hij is wel een jaar jonger dan mij, of iets jonger. En hij speelde eerst onder mij, maar met zijn kwaliteiten kwam hij er al heel snel uit. Dus ik heb een goede lange tijd met hem gespeeld. Je zegt met zijn kwaliteiten, maar je hebt natuurlijk zelf ook hele goede kwaliteiten. Je hebt heel dicht
tegen dat eerste team aangezet. Ik bedoel, je hebt er vaker meegedaan, maar om die vaste plek te veroveren. En eigenlijk gewoon een beetje pech gehad met een kruisbandblessure op het verkeerde moment komen die altijd. Hè. Maar ja, het, net toen je eraan zat te komen. Ja, ik speelde wat je zegt tegen Inter Milaan toen de tijd. Dat was op Amsterdam Tournament. En we hadden een voor ons doen natuurlijk wel gewoon een goede eerste helft. Veel jonge jongens speelden die wedstrijd. En toch tegen de grote jongens. Ik bedoel, weet je, je speelt toch tegen een Adriano, een Ibrahimovic, een Figo, een Zanetti. En de tweede helft, 46e minuut. We zijn net een minuut verder en het hele seizoen is afgelopen. Ja, gelijk het hele jaar weg. Ja. Uiteindelijk. Ja. Ja, daarmee uiteindelijk, dat wist je toen nog niet, ook je carrière bij Ajax. En dan kun je kiezen. En je hebt toch redelijk naam gemaakt. Je hebt een aantal ploegen waar je uit kunt kiezen. Waarom kies je voor Roda? Het was eigenlijk zo. Ik kwam in het laatste jaar van mijn contract kwam ik bij Jong Ajax te spelen. En Roda was eigenlijk een van de eerste die erg concreet was. En ja, de deal was ook erg goed. Dus wat dat betreft was dat ook snel was de keuze makkelijk. Maar ook gewoon de club zelf. Als je toch kijkt naar wat ze gepresteerd hebben. Het budget wat ze hadden, waar ze stonden. Ja, ze hebben zichzelf zo goed omhoog gewerkt met z'n allen. Ja, dat je daar wil je gewoon deel van uitmaken. En zeker in mijn positie had ik niet veel keus. Omdat je toch bij Jong Ajax zat. Maar Roda leek voor mij op zich zeker de beste keus. Dan ga jij dus ook van Amsterdam naar Kerkrade. Ja. Dat moet een cultuurshock zijn geweest voor jou. Nee, eigenlijk helemaal niet zo. Omdat ik heb eerder in mijn carrière bij Ajax heb ik de overstap naar Tilburg gemaakt. Dus het is iets dichterbij. Ja, maar Tilburg is een studentenstad. Dat is waar. Nee, maar op zich, ik denk zo'n cultuurshock heeft ook denk ik met jezelf te maken hoe je daar tegenover staat. Ja. Want waar woon je? Ik woon in Lanaken, in België. Okay, je bent de grens over geweest. Ja. Nee, maar moderne Lanaken. Ja. Nee, maar wat dat betreft denk ik dat je er gewoon zelf een beetje. Ja, je kan er heel. Het is hoe je er zelf tegenaan kijkt, vind ik, wat dat betreft. Maar het was niet echt een cultuurshock. Je hebt je goed aangepast. Ja, je hebt je goed naar je zin hier? Ja, zeker. Je verstaat al een beetje Limburgs? Nou, doe maar niet. Nee, niet goed, niet goed. Oh, hoor man. Je geeft het net aan, je koos voor Rode JC bewust omdat ze slagvaardig waren. Ook omdat ze een bepaald budget hebben. Je speelt er nou dit seizoen. Het gaat, laat ik zo zeggen, een hele goede eerste helft en een wisselvallige tweede helft van de competitie tot nu toe. Maar het ziet er nou uit dat een aantal belangrijke spelers aan het einde van het seizoen weg gaan vallen. Ook vanwege dat budget waar weer op geminderd moet gaan worden. Denk aan Vormer, maar ja, voor Jonker en voor Malky. Ja. Staan ze natuurlijk ook in de rij. Ja, ik weet niet of het budget de grootste oorzaak is. Kijk, Ruud Vormer, zoals iedereen weet, is al een grote speler voor Roda geworden. En hij is toe aan een volgende stap. En ik denk dat dit voor hem het juiste moment is. Mats Jonker, daar weet ik zelf nog niks van. Ik hoop dat hij blijft. Maar ja, goed, kijk, dat soort spelers, ja, het heeft vele punten waar je rekening mee moet houden. Of de leeftijd, of het budget. Maar zou het een domper voor. Kijk, ik bedoel, het huidige Roda drijft, en dat zijn mijn woorden, op Vormer, Donald en het spitsenduo. Die bepalen voor mij de kracht van dit Roda JC. Ja. Als er daar 3 van de 4 weg zouden vallen, en die kans is aanzienlijk. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, kijk. Dan noem je inderdaad de spelers die. Dat is dan wat jij vindt, dat is een mening. Kijk, het is Ik weet dat jij dat niet kan en mag beamen. Dus, Nee, maar het is ook. Kijk, ondanks. Ook al had ik het zo. Vond ik het wel of niet zo, dat staat er los van. Maar ik vind. Kijk, het is een teamsport. Ja. Ik bedoel. Malky scoort niet 21 door solo's. Ik bedoel, het begint bij de keeper. Die speelt hem naar de verdedigers. En zo, weet je, het balletje gaat rond. En hij tikt hem uiteindelijk erin. En zo heb je Mats Jonker die een goal kan maken. Ik of iemand anders. Kijk, het is toch een teamsport. En het is voor iedereen wie zijn favoriete spelers heeft. Maar wat je zegt klopt inderdaad. Dat als zulke spelers weggaan, dan heb je een goede vervanging nodig. Ja, nee, omdat je bewust gekozen had voor Rode JC. Ik denk, als dat gebeurt, dan hoe zit het dan bij jouw gevoel? Ja, wat dat betreft, kijk, ik bedoel, bij Ajax maak je dat ook mee. Kijk, dan ben ik Maar je weet, bij Ajax komt altijd wel weer
kwaliteit op die plek bovendrijven. Ja, maar ik denk dat Roda, bij Roda komt er ook kwaliteit. Daar ben ik zeker van. En ik weet dat de club daar ook gewoon genoeg de juiste mensen voor hebben om de juiste invulling weer te geven. Maar het was niet dat ik naar Roda toe ben gegaan en dan met het idee van, die spelers zullen dan en dan misschien wel weggaan. Nee, je kijkt op dat moment wat voor jou op dat moment het beste is. En je probeert zelf een van die belangrijke spelers te worden. En door de hulp met het team, dan hoop ik dat het gaat lukken. Ja, ik hoop dat Roda ook volgend seizoen weer een team op de been krijgt. Wat net zoals dit seizoen mee kan doen, want even nog terug naar dit seizoen. Ja. Jullie kunnen nog steeds die play-offs halen. Ja, zeker. Kopjes, de neuzen staan weer allemaal dezelfde kant op. Na de dipjes, jullie hadden VVV een goede dienst bewezen. Ja. Excelsior uit verliezen, dan VVV pakken en van tevoren van de Graafschap thuis verliezen. Ja, inderdaad. We hebben niet altijd de juiste reeks die we nodig hebben om ons te verzekeren van die play-offs. En kijk, als je toch wil meedoen, zul je toch van elk team moeten winnen. Of het nou, kijk, je ziet dat we de op papier sterkere tegenstanders. En jullie zijn volgens mij een vreselijke rot tegenstander voor iedere topclub in Nederland. Ja, we spelen ook een systeem wat niet iedereen speelt in de competitie. Dus wat dat betreft is dat vervelend voor hun. Het heeft vele voordelen, ook nadelen. Maar ja, dat heeft elk systeem. Maar we hebben gewoon een goed elftal. We kunnen vele pijn doen. Ja, en ik hoop dat jullie dan nog heel veel pijn doen dit seizoen. En jullie die play-offs gaan halen. Dank jij je. Weer helemaal fit wordt en weer aan het scoren gaat. Ja. Ik bedank je voor de komst. Groetjes aan Harm en de rest van de groep. Dames en heren, Mitchell Dollar. Ja. En ik loop intussen even naar de bar, want aan de bar aangeschoven. Dames en heren, de Limburgs kampioen Maar Bonke, Jerke van Zanten. Jerke, Limburgs kampioen, Maar Bonke, wat is dat voor een sport? Relatief onbekende sport nog. Maar Bonke is een sport voor 50-plussers. En dat is een combinatie van jeu de boule en van golven. En dat speelt ze met een geitenbloos die gevuld is met water. Een geitenbloos? Een geitenbloos. Er zien ook kunstblozen, meneer de Graaf, maar de meeste spelen. Zeg maar Maurice. Lever dat gemicht, meneer Van Zanten, joh. Dat we een beetje afstand houden. Dat is duidelijk. Ik ga nog een stapje terug. Maar met de geitenbloos. Wie moet je dat voorstellen, een geitenbloos met water? Werd zo'n beestje daarvoor? Toen werd een speciaal gekweekt, meneer. Dat werd een speciaal gekweekt, de geiten. En dan werd hij bloos. Dan werd er operatief uitgehold. Dan werd er een nieuwe bloos ingezet. Die groeit weer aan. Maar dat geit niet met elke geit, meneer de Graaf. Dat geit niet met elke geit? Zeg maar, Jerke. Ja, nu wel. Had je dat niet gezegd? Nee, is goed. Je zegt een combinatie tussen golf en jeu de boule. Ja. Komt dat dan vandaan, dat Maar Bonke? Uit Portugal. Portugal? Uit Portugal, daar zien ze begoos. Dan is het van Portugal is het naar Frankrijk gegaan. En het is naar Engeland gegaan. En wie had het dan in Frankrijk? In Frankrijk heet het mee frappé. Mee frappé. Frappé. En die noemen die in Maastricht, dat ook. Hè, want dat is ook een Maar Bonke club. Die noemen zich de mee frappés. Maar voor jou zeg ik gewoon Maar Bonke. Ja, en in Engeland? Door, ja. Dat is een beetje buttbanging. Oké, dat klinkt inderdaad een beetje gevierd. Er wordt ook veel op parkeerplaatsen gespeeld. Hoe werd Maar Bonke gespeeld? Meestal in de vrije natuur. In de vrije natuur? Ja, vrije natuur, verspeulen op allerlei plaatsen. Verspeulen neven de Maas. Want kijk, dat is in Dresden, wordt de speels onderhands. Ja. De speels bovenhands. De kens met een bed, dat nummer voor de but. Kens ze, de bal in de log en dan slaan. Maar de kens ook, want dat is de naam van ons club, Shop Shave. De kens ook shoppen. Daar hebben ze ook speciale schoenen voor. En dan, wat zijn dan de spelregels? Wat? De speels met 3-3. Ja. Die 3 die werden willekeurig bij elkaar gezet. Dan geef ze de bal volgens een bepaald circuit. Geef ze die wegschoppen en schieten. Die moet in het circuit. Bij ze uit het circuit is de tegenpartie. Wint ze 3 keer, krijgt ze de rode pet. De rode pet? De rode pet krijgt ze nog 3 keer. Wint ze dan nog... Daar heb je op. Deze pet. Wint ze dan nog 3 keer. Je hebt 3 keer gewonnen dus. De rode kraag. Oké.
Dus jij zit compleet in outfit. En ja, ik weet niet of de cameraman die schoenen even in beeld wil brengen. Twee verschillende schoenen. De maag, dat is de stoner. Ja? En de bonk, dat is de gooier. Die schoenen die staan voor het maarbonken. Ja, die hebben een speciaal profiel. Die kunt ze kopen in Chesterfield achter Londen. Niet Chesterfield bij Birmingham, maar achter Londen Chesterfield. Daar werden die op moot gemaakt en dan kregen ze trials onder. En die trials die zorgen ervoor dat ze in het graasbuls of op de asfalt. Maar is dat dan een beetje een elitesport? Nee, meneer, ga niet. Ga goed niet. Is zeg maar Maurice. Echt? Maurice? Ja. Jerke? Ja. Wie dan? Voor iedereen, 50 plus, voor hebben speciaal voor de lui die nu kijken, ja. Hebben voor, kent je het retailpakken, Remunk? Dan even. Daar zitten we. Hebben we morgen, zondag. Morgen, zondag is hier. Ja, voor de lui die op zondag kijken, vandaag. Ja. Hebben we een demonstratie. Als ze op het park steeds links. Ja. Dat is een graasveld. Dat doen we voor de ganse dag demonstratiesporten. Maar lui die willen leren, kunnen daar naartoe komen. Die krijgen een coach. En die coach die gaat die leren en kijken of ze talent hebben voor te maar bonken. Wat voor jou, Mitchell? Ik houd op voetbal. Kun je het nog volgen trouwens? Want ik heb er moeite mee. Ja, een beetje. Ik doe mijn best. Maar ik houd op voetbal. Okay. Maar ik ben nog heel even aan het denken. Je mocht onderhand, ze mocht bovenhand, ze mocht stampen. Maar wie gaat het dan? 3-3? Is een circuit. Parcours, bij een bepaald parcours. Waar ligt dat parcours? Die zes samen. Met drie bij elkaar. En dan zijn ze vergoon weer het dichtste bij de bushalte spul. En die bus had er niet aan 2 kilometer verder. First spelen meestal vlak. In Portugal spelen ze bergop en bergaf. Dat lijkt me lastiger. Is veel lastiger. Want als ze naar onder spelen en de stams verkeerd, dan rolt de bal door. Rolt de oer het veld, is de tegenpartij. Wie groot is de marbonksport in Nederland? Groot. Ja? 34 man. 34 in heel Nederland? In heel Nederland. En jij bent van vereniging Shop Sjeivoet Venlo? Ja. Speelt jij dan meestal op de hei en wie voor leden heb jij? Drie. Drie? Ja. Je zit een vereniging met 3 leden? Ja. Mijn vrouw, onze chef en ik. En je zit morgen, zondag, met z'n drieën hier? Nee. 34 man zien voor je. Heel Nederland is morgen. Heel en 2 uit Pruisen. Oh. 2 uit Pruisen, uit Stralen. Die spelen ook wel eens bij ons met. Ja. Maar die mogen niet competitie spelen, want dat zien geen Hollander. Ja. Begrijp je? Niet gans. Meneer de Graaf. Sorry. Ik kan het nog een keer uitleggen als je wilt. Hè? Ik denk, de geitenblaas, de gestamd of gegooid weer, een parcours. Is het dan één voor één? Nee, met één blaas, met 6 man gooi je dat geit toch niet? Je gooit één voor één om's de beurt. Stel dat je uitgooit, ja. Dan mag je 1 trial niet meer doen. Dus dan spelen die met 2. Zo gauw de tegenpartij, dus oogpartij, wint. Mocht je weer in het spel. En wie veel trials moest ze gewonnen hebben voordat ze de... Dat mag niet zo. Als ze maar het eerste bij die bus uit de bus. Het werd me langzaam... Of het hoeft niet, dat kan ook de kerk zien. Hè. Het is een sport voor vergrijzers, 50-plussers. Ik noem dat even vergrijzers als dat mag. Ik zie daar bij u, geloof ik, ook een heel klein beetje vergrijzing. Oh, meneer de Graaf, daar kun je er ook wel wat van zeggen. Hè? Ik ben de Wilfred Gené van Limburg, ik verf ze. Dus bij deze is dat ook goed de wereld geholpen. Morgen dus hier het grote evenement. Gij als Limburgs kampioen. Wieveel kans heb je om Nederlands kampioen te worden? Nou, dat is moeilijk. Dat zal ik ook zeggen. We hebben een hele goeie in Nederland. Ik weet niet of je dat kent, maar we kregen, zo gauw we ingeschreven zijn in het handelsregister van de Marbonkbond Nederland, kregen we een naam. Mijn bijnaam is Oom Duchel. Dus op het moment dat ze ingeschreven zijn, kreeg ze een naam? Als ze 3 keer gewonnen is. Oké. Okay. Mijn bijnaam is Oom Duchel. Oom dus niet Duchel, maar Duchel. Duchel, juist. Maar we hebben in Nederland een kraantje papa. Die is zo goed, dat kan bijna niemand aan. Dus de kans dat ik Limburgs kampioen ben, is niet zo groot. Of Nederlands kampioen. Limburgs heb je al gehoord. Ja, Limburgs ben ik al 6 keer. Ja. Ja. Nou, op het begin was ik alleen, dus toen was het niet zo moeilijk. Toen speelde ik alleen tegen mezelf. Ja, dan winnen ze altijd. Hè. Ja. Van ikzelf begreep je, meneer de Graaf? Ik begin het langzaam door te krijgen. Ja, dat is fijn. Ik wens u heel veel succes, meneer Duchel, wou ik binnen zeggen. Nee. Meneer Jerke van Zanten. Van Zanten, Geer. Ik ben benieuwd zondag. Ik denk dat je een kijkje komt maken naar Marbonk Sport, Shubshave. En bedankt voor de komst. We zijn dan met oog aan het einde van ons programma. Dit was Sport Arena voor deze week. Volgende week nieuwe topgasten, nieuwe club van de week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot die volgende week. Hoi!